Dus we hebben best wel een aardig kratje verzameld. Vorige maand brachten we de vetgezellig mystery box uit. En met succes. Binnen 5 uur was die uitverkocht. In deze video laat ik zien wat er in de box is gekomen en waarom. Mocht je nou denken, zo'n vetgezellig mystery box, dat lijkt me leuk. Doe een duimpje omhoog. En misschien brengen we dan volgend jaar nog een mystery box uit. Welkom bij ons. Alle producten die erin zitten heb ik geprobeerd. Is niet helemaal trouwens waar, want er zijn nog 2 producten die ik nu nog even zelf moet gaan proberen. Want er was een leveringsprobleem, er was namelijk een ander product wat erin moest komen. Die is er helaas niet ingekomen, dus misschien bij de volgende box komt die er wel in. Als je de doos dus openmaakt, zie je het volgende. Namelijk een scorekaart die je zelf kan invullen van de 15 producten die erin zaten. Die is trouwens ook niet helemaal goed gegaan, want er zitten 16 producten in. Maar dat kwam omdat er een extraatje bij zat. En dan kom ik Jelena even iets over uitleggen. Als extraatje zat er namelijk een Leo bij. En dat komt omdat ik gewoon heel graag wil dat iedereen kennis kan maken met de Leo. De eerste 10 bestellingen kregen zelfs nog een extraatje. Namelijk deze toffe, vetgezellig eetpin. Die trouwens te koop is op onze webshop. Mocht je denken van, lijkt me superleuk, kan je hem ook al kopen nu voor 9 euro. En dan maakte je de doos open. En wat zag je dan? De inhoud van de doos. Mocht je nou nog benieuwd zijn naar andere meningen over de doos? Hier, hier, daar. Daar. Er zijn dus bij voorbaat 2 producten die ik als eerste nu ga testen. Want die had ik dus nog niet getest. De andere heb ik dus ruim 1,5 maand geleden getest. Beginnen we dus met de Dille chips. Dit is trouwens een chips die ik er sowieso in wilde doen omdat ik het wel een leuk idee vond. Dille chips, ik kende dat niet. Dat komt niet in Nederland voor. De doos is al uit, is al naar mensen toegegaan. Ik wist niet waar dit naar smaakte. Dus het kan best zijn dat ik het zelf ook niks vind. Ik vind het wel lekker hoor. Oh, McDonald's maaier. Ja toch? McDonald's. Een goede dille smaak. Hier zou ik wel een zakje van op kunnen eten. Nou, ik ben blij dat ik achteraf hem er toch in heb gedaan, want dan wist ik niet of ik dit lekker zou vinden. Ik zou deze 4 donuts geven. Lekker. Voordat ik hetgene proef wat ik ook nog niet ken, ga ik eerst de 2 dingetjes laten zien die ik wel ken. Pepsi Max Mango, de Blue Raspberry Soda van Warhead en 7-Up Cherry. Wat ik hier allemaal van vond, gaan we nu even naar kijken. Oké, dus dit is de enige light product wat ik probeer in deze video. Ik hou er dus echt niet zo van. En als ik die lekker vind, ga ik hem er misschien toch in stoppen. Ik hou dus niet zo heel erg van de smaak van nepsuiker. Oh, nu, hè? Jij gaat ook door alle emoties heen, hè? Ik moet zeggen, ik vind die aspartame is wel aanwezig, maar hij is niet extreem. Ja, dit is ook wel, ik moet wel zeggen, ik vind het ook lekkerder. Proef even, drink al meer slokken, echt zo. Ja, twijfelgeval. Ik ga hem toch op krikken naar 3,5-4. Ik vind hem toch ook wel lekker. Het is wel een bijzondere cola smaak. Warhead Sour, en daar heb je ook snoep van. Dit kan je ook in Nederland kopen. Ik weet niet of ze alle smaken hebben, maar ik ben wel benieuwd of ik dit lekker vind. Ik vind het wel leuk om zoiets toe te voegen aan de doos. En dan moet ik wel weten welke ik het lekkerst vind van deze 2. Ik zou het leuk vinden als ik deze lekker vind, want dit is dus watermeloensmaak. En dat is dus wel grappig dat er dan 2 waterbloemdingen in zitten. Al moet ik zeggen, Blue Raspberry zou ook wel leuk zijn, want we hebben ook een KitKat met raspberry erin zitten. Dus, oeh, hij is heel blauw. Dit is letterlijk een blauw drankje. Holy fuck. Hij ruikt een beetje naar kauwgomballen. Oeh, hij is inderdaad zuur. Een raspberry weet ik niet of ik dat nou echt heel erg proef. Ik vind hem wel lekker. Ik zou deze wel 3,5-4 donuts geven. Het is wel gewoon wat ze zeggen wat het is. Het is echt 7-Up met cherry. Alleen niet super overheersend cherry, want anders koop je natuurlijk gewoon een cherry. Wat zit je nou heel de tijd ja te knikken? Dit wordt denk ik wel eentje die erin gaat. Dit wordt wel een... die gaat in de snackbox. Ik denk dat ik deze 4,5 donut geef. Ja, is lekker. Ja, omdat hij een vleugje heeft. Zo. Ja. Het is eigenlijk gewoon alsof je cola cherry zit te drinken. Maar dan de cherry, dus minder dus cola. Ik vind het echt lekker. Deze is echt fantastisch. Fantastisch zelfs. Dit is dus een product die ik niet zelf geprobeerd had voordat hij erin ging. En dat kwam dus door de leveringsproblemen. Want er zou een KitKat in zitten. En toen dachten we van, weet je, er zit niet... Nou, er zitten wel chips in, maar niet heel veel chips in. Dus laten we nog een zak chips erbij doen. Een Cheetos. En volgens mij heb ik dit ooit wel eens op. Dus ik weet wel een beetje of ik dit lekker vind. Maar het kan best zijn dat ik denk van, wel, waarom heb ik dit er eigenlijk in gedaan? De volgende keer ga ik er echt vanuit dat alles wat erin zit, ik ook alles van tevoren heb geprobeerd. Hij is wel lekker kazig deze. Het zoutje van hun vind ik wel raar, dat chipje zelf vind ik een beetje een vreemd chipje. Ik zou deze 4 donuts ook geven, ik vind hem lekker. Lekkere smaak wel. Nou, wat we er ook in hebben gedaan is ook uit Zweden. Een soort van candymerk, volgens mij. Oh, dit hoort er ook bij, het is ook hetzelfde merk. Dit zijn een soort van Red Bands. En dit is peer, een beetje zuurachtig. Ik vond ze allebei erg lekker. Dat kan ik trouwens bij alle producten wel zeggen, anders had ik ze niet ingedaan natuurlijk. Maar goed,
Wat ik ervan vond, gaan we nu naar kijken. Gaan we eerst met de Fruity Peach beginnen. Oeh, die ruikt wel lekker. Oeh, klein beetje zuurig. Nou, wel zuurig. Alleen de textuur is... Wat is dit? Andere textuur als wat je gewend bent van een snoepje, vind ik zelf. Lekker wel. Ik vind het heel lekker dit, maar... Ja. De textuur is net iets anders dan wat je normaal gewend bent, toch? Ja, van die peaches. Ja. Met suiker eromheen. Ja. Maar het lijkt op dat. Iets. Chewy. Ja. Inderdaad, op de gesuikerde peaches lijkt het, maar dan wat ja, chewier inderdaad, wat je zegt. Ja, klopt. Ja, vind ik wel. Ik vind dit lekker. Ik geef dit 4, 4,5. Dit gaat de doos in. Drop fruit duo's. Daar zou het mee kunnen vergelijken, volgens mij. Ik ben benieuwd. Ik vind deze lekker en het is grappig. Hij is ook nog stiekem ook. Hij is wat plakkeriger dan drop fruit duo's. Ik vind de drop van deze lekkerder dan bij drop fruit duo's, omdat hij wat meer smaak heeft. Ik ga deze erin doen. Ik vind het een lekkere. Ik geef deze 4,5/5. Dit is echt wel een favorietje van mij. Ik hou van drop fruit duo's. Dat is mijn favoriete, een van mijn favoriete snoepjes. Ik ben dit zeker, dit gaat erin. Er zit een thema in deze doos en dat is kaas. Drie chips smaken die erin zitten zijn met kaas. Namelijk van een Zweeds merk zit deze erin. Het is een soort van zelfde soort zoutje. Als de Cheetos die ik net probeerde. Ik vond het een hele bijzondere combinatie. Ook echt lekker. Hier waren we heel benieuwd naar. Dit is dus chocola met een kaaschipje erin. Klinkt echt fantastisch. Zo ziet het eruit. Komt-ie. Oeh. Hij is chocoladerig, hij is zoutig. Hij is wel wat moeilijk omdat de chocola best wel snel smelt. Nou, dat vind ik wel een kans hebben, weet je hoor. We gaan het waarschijnlijk toch pas versturen als het wat kouder buiten is. Ik zou deze erin doen, denk ik. Ik geef deze 4 donuts. 4,5. Ik vind hem echt lekker. Lekker kaassnackie met chocola. Ik vond dit zo'n product dat ik dacht, ja, die moet ik erin doen, want het is ook wel gewoon bijzonder. Dit hoeft niet iedereen lekker te vinden, maar het is zo bijzonder dat ik dacht, dit is wel leuk om te proberen. Dus we hebben wel Amerikaanse producten erin zitten. Deze kaneelcakejes, deze mars met frambozensmaak en deze Reese Buttercup met chips erin. En wat ik er allemaal van vond? Gaan we nu even kijken. Er moest sowieso een product met kaneel natuurlijk inkomen. Oh, hij is wel lekker zacht ook. Een zacht cakeje. Kijk, zo ziet hij eruit. Cakeje op. Hij ruikt heel erg naar kaneel. Kom hier. Wat is moist? Ik vind hem niet heel vochtig, maar het is wel lekker chewy. Hij is goed zoet. Dus wel, als je een cakeje wil, dan is het wel wat ik zou willen. 100% gaat deze in de doos zitten. Deze geef ik 4,5/5. Soms is het lekker om een klein beetje een droog cakeje te hebben. En dit is dan wel echt een hele goede versie ervan. Ja, er moet sowieso een candy bar in komen, toch? Eerlijk is eerlijk. Er moet wel iets van een candy bar. Er zit natuurlijk wel een KitKat in, maar ik ben hier wel benieuwd naar. Raspberry. Kijk, zoals je kan zien, dit is de onderste laag frambozenlaag. Hij is subtiel. Het is een beetje alsof je frambozensmaak in een bonbon hebt zitten. Maar dat het niet super overheersend is. Ik vind deze wel lekker. Maar ik twijfel wel of ik deze of de bacon erin ga doen. Dus ik geef deze 4 donuts. Maar dit is nog even een twijfelgevalletje. Oké, hier ben ik dus heel benieuwd naar. Dit is dus een Reese's Potato Chips Cup. Dit is wel echt een leuke om denk ik in de box te doen, mocht ik hem lekker vinden. Omdat het wel echt gewoon iets bijzonders is. Potato Chips, ik ben heel benieuwd. Nou, ik moet zeggen, je proeft er niet heel veel van, maar het is wel de bite is wel lekker. Het is een goede Reese's Peanut Butter Cup. Maar dan met crunchy textuur erin, wat ik wel lekker vind. Ik zou hem wel 4 donuts geven, ik vind hem echt lekker. Nu natuurlijk hebben we ook de Leo erin gedaan, die hebben we al heel vaak op. Want Glenne koopt altijd een slof als we in België zijn. Ja, het is een slof. Het was een slof. Je koopt een slof. Dus die zit er ook in. Maar ja, daar heb ik geen proefding van, want die vind ik gewoon lekker. En dat is gewoon de Glenne touch. Moet jij bij de volgende ook dan hebben, hè? De Glenne touch. Oké, nog een product die ik niet kan definiëren uit welk land dit komt. Maar het lijkt, aan de taal te zien, lijkt het op iets van Pools of iets van Tsjechisch. Maar het is volgens mij gewoon Red Band. Watermeloensmaak. Ik vond dit het lekkerste watermeloensnoepje wat ik heb geprobeerd. Watermelon Sugar High. Nou, handig. Watermeloensnoepje. Ik weet niet of we dat in Nederland hebben. Hebben wij snoepjes wat watermeloen is? Ik heb dat niet zo heel vaak gezien. Komt ie. Oeh, dat was echt een watermeloen. Nou, het lijkt dus op die persikjes. Maar dan watermeloensmaak. Maar echt goede watermeloensmaak. Het lijkt echt op watermeloen. Ik vind die echt lekker. Echt een toppertje. Gaat erin. 5 donuts. Dan hebben we ook nog, ook uit Zweden, een reep chocola met tukkies. En ik weet dat je die ook Milka hebt. Maar daar zijn de tukjes niet gezout van. En deze waren wel gezout, dus dat vonden we wel een leuke toevoeging. Wat lekkere chocola trouwens dit. Ik heb die chocola nog nooit op van hun trouwens. Er zit wel iets hartigs op. Ik vind deze lekker, 4,5. Maar ik twijfel wel of ik hem erin doe, omdat ik weet niet zeker of die naam bijzonder genoeg is.
Dan hebben we nog een kleine KitKat uit. Dat komt uit een grote verpakking. Oeh, ruikt heel erg naar perzik. Ja, lekker. Het is een beetje een perziksnoepje, maar dan in een KitKat vorm. Ik vind hem echt wel lekker, deze. 4 donuts. En als laatste, ons favoriete product, ook van Guylaine, is de chips. Waar het allemaal mee begon. Nee, dat is helemaal niet waar. Dit vonden we gewoon echt het lekkerste. Echt fantastisch. We gaan even eerst naar de clip kijken. Dat ik hem probeer. Oké. Deze staat hier al zo lang. Dit is met pecorino erin. Een kaassnackie. Zo ziet het eruit. Als een soort van halve garnaal. Nee, als een garnaal ziet het eruit. Niet een halve garnaal. Goede structuur. Deze is lekker. Deze is echt lekker. Lekker veel kruiden zitten erop. Vind je? Ik vind deze echt lekker. Ze plakken minder aan je geheen botten. Ja, 4,5. 4,5. Ik vind deze echt heel lekker. Pecorino smaak chips. Het zoutje heeft ook een leuk vormpje, want het lijkt op een soort van macaroni. Ja, ik vond deze heel erg lekker. Ik ga hem nu weer proberen. Wil je ook? Oh, zo, de ogen gingen ook. Altijd niet dadelijk een beetje tegen. Hè? Kom eens hier. Nee. Tegelijkertijd. Allebei een handje. 3, 2, 1. Wauw, die is echt lekker. Het smaakt echt naar kaas, vind ik. Ik heb hier ook een schimmelkaasversie van op. Die vond ik ook erg lekker, maar ik vond deze voor de meeste mensen het meest toegankelijk. Ik denk voor de nieuwe doos dat er wel iets van ditzelfde merk nog wel gaat inkomen. Want ik heb nog iets gezien dat ik dacht, oeh, dat lijkt me ook echt top in de nieuwe doos. Mocht je nou denken, zo, echt leuke producten. Die wil ik ook wel eens gaan kopen. Dan kan je met VET10... 10% korting krijgen op alle producten op snackje. Behalve de snackjebox. Als die de volgende keer komt, daar krijg je geen 10% korting op. Maar voor de rest, alle producten die erop staan, krijg je 10% korting op. Dus die chips die wij zo lekker vinden, kan je alsnog proberen.